Goedemiddag, welkom. Ik ben G. Eddie in het veld. Hallo. Welkom. Hoi. Zo, het was weer tijd om een bezoekje te brengen aan de kapper. Ja, dat klopt. Een beetje uit het model gegroeid. Ja, een beetje grijs gegroeid ook. Oké. Zal ik dan alleen maar het grijs even tussenuit knippen? Ja, dat mag wel. Ja, is prima. Dat is goed. Ik krijg wel een apart modelletje, maar misschien wordt het wel de trend van het nieuwe jaar. Nou, dan ga ik even de bril afdoen. Oké. Okay. Maakt het voor mij net wat makkelijker om rondom de oren te knippen. Nog wat anders in de planning dan alleen het bezoekje aan de kapper? Nou, misschien nog even in de zon zitten straks thuis. Hè. Ik lees vaak de Quest, wetenschappelijk blad. Oké. Interessant wel. Kun je een hoop uithalen in ieder geval. Ja, ik ken de Quest nog zeker. Ja. Leuk, leuk magazine. Ik zit zelf ook een beetje in de wetenschappelijke hoek met je dagelijkse activiteiten. Nee, met mijn werk niet, nee. Nee? Het zit in techniek. Techniek? Ja. En wat doe je? Machinefabriek, elektromonteur en werktuigbekundigmonteur. Werktuigbouwkundige. Ja, en elektromonteur. Gecombineerd. Wat zijn dan de dagelijkse activiteiten? Wat doe je dan vooral? Nou, er wordt een machinesgebouw bij ons dus. En een volledige machinefabriek is. Er komt metaal komt binnengebracht met de vrachtwagen. Ja. Balken en platen en noem maar op. Uh-huh. Worden gesneden door een lasersnijder. Ja. En een afkoorafdeling waar alles wordt gezaagd, de pijpen en de balken en zo. Alle onderdelen worden samengelast bij ons. En dan er zijn duizenden onderdelen. Duizend? Verschillende type machine. Nee, duizenden. Oké. En dan gaat het naar de spuiterij toe. Ja. Dan komt bij ons in de hal gespoten en al aan. En hoe lang doe je dat werk al? Nou, bij dit bedrijf 19 jaar. Oké. Leuk. Daarnaast nog... Ja, daarnaast doe ik muziek maken als hobby. Oké. Okay. Muzikant? Ja, gitaar en zingen doe ik. Ik zal dan maar even niet gaan zingen. Oh, wou ik net gaan vragen of je misschien een stukje zo uit de losse pols... Nee, doe even niet. En waar moet ik aan denken qua muziekstijl? Ja, van alles wat. Ik heb altijd in amusementsmuziek gespeeld. Ja? Bruiloft en partijen, feestavonden en zo. En dansavonden veel. En als hobby heb ik nog erbij een akoestisch duootje. Oké. Dan doen we muziek maken voor een muziekcafé en zo. Ja. En pak je dan dagelijks ook een gitaar erbij, even tokkelen? Ik doe altijd even tokkelen op de bankje, akoestisch of elektrisch. Oké. Elektrisch doe ik er onversterkt. Ja, ja. Klinkt heel raar, elektrisch onversterkt, maar gewoon een elektrische gitaar pakken op de bank zitten en dan pingelen. Heb je de buren ook geen last van namelijk? Ja, precies, dat wou ik dus vragen. Heb je wel eens last? Hebben de buren wel eens aangebeld van buurman, kan het wat rustiger? Of, Ja, de buurvrouw had een keertje gebeld, een tijdje geleden, om 11 uur s'avonds. Ja? Waar ik met een akoestische gitaar bezig en zingen een beetje, maar dat hoor je heel goed s'avonds. En die belde op, zei je? Ja, die belde op om 11 uur, ja. En toen, wat zei ze? Of wat zachter kon. Wat zei jij? Nou, dat gaat lukken. Oké. Okay. En toen was het... Ja, gewoon gestopt, hè. En echte Nijmegenaar? Geboren nou, je kunt horen of niet, of wel dan? Ja, ik ben import. Ik kom vanuit Den Haag. Ik ben geboren getogen. Ja, ik ben ook import. Ja? Ik kom uit Deventer. Deventer? Liggen mijn roots. Oké. Okay. Hoe ben je hier verzeild geraakt? Weer mijn ex. Voor de liefde? Ja. Heb je toevallig je gitaar meegenomen, of dat niet? Nee. Nee? Jammer. Je hebt wel eentje staan, zie ik daar in de winkel, hè? We hebben er eentje staan. Dus als je zegt van ik wil straks een beetje tokkelen. Maar laat nou net rechtshandig zijn. Ik ben linkshandig gitarist. Linkshandig? Ja. Oké. Okay. Voor het gemak is dat. Ja, ik wil zeggen draai je gitaar om. Maar, nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet worden, nee. Nee. Maar stembanden heb je wel mee waarschijnlijk. Stembanden heb ik wel, ja. Ik ben al een beetje hezel in. Nee, ik ga je ook niet vragen om commando te gaan zingen. Nee, jongen. Mag wel natuurlijk. Jodelen kan ik ook niet. Nee. Maar moet klem komen tussen de ketting, dat kan wel. Ik kan het proberen. Even kijken wat eruit komt. Heb je die oude fiets dan hier? Volgens mij ergens wel achter nog. Wordt er nog iets zo bij mij? Of, ik hoop het. Gaat het ik, lukken? Nee, dat komt helemaal goed. Kijk, ik knip je nu voor de eerste keer. Dus ik, als ik iemand voor de eerste keer knip, dan maak ik het sowieso niet in één keer te kort. Ja. Ik heb liever dat iemand aangeeft van god, dat was nog ietsje te lang, dan dat hij zegt van het was te kort. Want als het te kort, dan
zit het gewoon niet fijn. Okay. Maar de oren worden goed vrijgeknipt en het kapsel zit er nog eigenlijk een beetje in van de laatste keer. Dus die hou ik ook een beetje aan. Wat ik wel altijd doe is mijn eigen logo erachter in scheren, geef me dat ik klaar ben. Dus dat zal het enige verschil zijn waarschijnlijk. Violet Boas was het, hè? Nee, dat is mijn collega. Dat is mijn collega, de leerbewerker, G, D-J-I. Dus ja, drie letters, dus dat scheelt. Bij Boas, dat zou dan weer zes letters geweest zijn. Ja. Dus. Ja, pak het op deus maar zo. Ja. Nee, dat is grapje, dat gaan we zeker niet doen. Wat kost extra dan zo'n logo? Nee, voor deze keer, klanten die voor de eerste keer komen die zo'n wens hebben, dan doe ik gewoon mijn initialen gratis erin scheren. Kosteloos. Tof, jongen. Ja. Dus, geef me aan als het erin mag. Hey, was je bekend met onze locatie hier, de Black and Blue? Nee, nooit. Kom je voor het eerst. Ja. Wel apart die locatie zo. Leuk, hè? Ja. Is het een beetje jouw kledingstijl? Nou, niet direct, maar wel, ik vind het wel apart hier allemaal. Vintage allemaal hier. Ja, klopt. Vooral de heritage clothing. Ja. En de kapsalon ook, allemaal oud spul. Zeg je? De kapsalon ook, al het oude meubilair. Ja, klopt. Oude buizenradio staat er ook nog. Klopt. Ja, die heb ik echt allemaal bij elkaar moeten zoeken. Dus niet als set zijnde gekocht. Ja. Moest vooral een authentieke uitstraling hebben en niet zo een nieuw spul neerzetten wat op een vintage manier is gemaakt. En dat is wel aardig gelukt, volgens mij. Ja, klopt. Het is allemaal niet nagemaakt, klopt. Nee. Allemaal echt authentiek. Nog kinderen aan overgehouden aan het avontuur? Twee mooie dochters. Oké. Okay. Daar ben ik heel trots op. De een heet Kim, de andere heet Debbie. Eén studeert, die is bijna afgestudeerd in Utrecht. Die doet televisie, film en theater. Oké. Okay. Tegenwoordig moderne media. En de jongste dochter van mij, die is Debbie, die is, wordt 21 in juli. Ja. Die doet PABO. Oké. Okay. Ze haalt twee weken in de week voor de klas, op een basisschool. Leuk. En die zie je regelmatig? Kindertjes. Zie ik regelmatig. De ouders hebben gisteravond visite gehad eventjes, een bak koffie gedaan, samen. Okay. Je houdt je petje altijd op als je knipt? Je petje? Ikke? Ja? Eigenlijk wel, ja. Dat is image, of niet? Nou, niet zozeer image, maar ik... Even zelf een beetje kaal. Op een gegeven moment werd het allemaal dunner. En ik heb van dat krulhaar... Joh, valt mee. Ja, het valt op zich mee, maar ik heb dat krulhaar. Dat krijgen we van die eilandjes. Dus het lijkt alsof een soort van dood lammetje op mijn hoofd zit, met die krulletjes. Dus dan gaat er gewoon een pet op. En als ik hem echt kort heb met de tondeus, ja, dan doe ik niet vaak een pet op. Maar het is ook een beetje image natuurlijk, zeker. Oké dan. Dus dat... Nou, hoeveel jaar heb je nog te gaan? Dus hoe lang wil je nog doorgaan met werk? Heb je daar een... Werken nou misschien zomer al niet meer. Zomer? Ik heb 2 jaar geleden hersenbloeding gehad. Oh. Een dubbele hersenbloeding. En ik werk nu momenteel 3 uur per dag. Oké. Okay. Van 8:30 tot 11:15. Een kwartiertje pauze. Ja, omdat het gewoon anders te heftig is. Ja, het wordt heftig vermoeid al. Ja. Oké. Okay. Ik heb even last van vermoeidheid. Je hersenbloeding, een dubbele hersenbloeding? Dubbele, ja. Ik weet wel wat een hersenbloeding is, maar dat is... Nou, dan op twee plekken gelijktijdig aardig gesprongen. Oké. Okay. Eentje rechts groter dan links. Ik merk daar niet echt, ik merk er volgens mij niks van, nee. Nee, maar ik ben wel heel erg moe, dat wel. Nu ook? Ja, valt mee nou. Een auto hierheen lopen word je niet zo moe. Oké. Okay. En op werk ben ik wel snel moe. Oké. Okay. 3 uur is wel de limit. 3 uurtjes, ja? Ja. Dan kom ik thuis, ga ik 1,5 uur naar bed toe. Ja, ik ben vooral een doorvrager, dus ik ben altijd heel erg nieuwsgierig, maar beantwoord de vraag vooral niet als je daar maar geen zin in hebt. Oh maar, nee, ik begin er zelf over. Kan je je nog herinneren, het moment dat het gebeurde? Jawel, er was... Want wat gebeurt er dan precies? Wat voel je? Ja, ik was op de fiets naar een band kijken, een bluesband in Bergharen. En 's nachts terug, 2:30 op de fiets. Ja. Ewek Bergharen, dus 1,5 uurtje fiets ongeveer. En, 2:30 kreeg viel ik met de fiets. Ik kreeg een soort blackout. Ja, zoiets ja. Dat herinner je niet meer wat daarna allemaal gebeurde. Ja, okay. Ik weet nog dat ik in plas bloed lag. Ja? Op mijn hoofd. En ben ik opgestaan weer. Ik wou op de fiets, denk ik, moet hier weg. Ik lag midden op straat ook. Ja. Ik denk, moet hier weg. En 5 meter gefietst werd, toen viel ik weer. Toen ging het licht helemaal uit. Oké. Okay. En toen. Toen lag ik van apengapen dus.
En toen werd je wakker, zat je in een keer in het ziekenhuis? Ja, s'morgens om 6:30. Want ik ken het verhaal wel, ook een klant mij heeft wel eens gehad. Je kan dan wat uitval krijgen, ook geheugenverlies en dergelijke. Heb je daar ook last van gehad? Of? Ik heb een uitval gehad. Ik heb mijn linkerarm en linkerbeen. Oké, maar wel goed hersteld. Want volgens mij kwam je een beetje huppelend naar binnen. Nou. Of nou huppelend. Kwam wel gewoon... Althans, ik zag niet dat Ik kan wel wandelen hoor, maar ik merk wel iets dat ik anders loop iets. Oké. Als ik een uurtje wandel of zo, dan heb ik de pijp leeg. Gaan de benen pijn doen en zo. En dat ontstaat dan weer omdat het... gaat dan ook optreden. Maar dan komt dat dan door het zenuwstelsel wat overgeprikkeld raakt of zo? Nee, ik kom gewoon door de aansturing, hè. Je hersenen sturen alles aan. Ja. En vanuit die uitval ook toen, links. Ja. En ik ben heel snel moe gewoon. Oké. Okay. Ik heb het goed afgebracht, dat moet ik zeggen hoor. Ja. Ze waren er heel snel bij, politie en ambulance toen. Dat is vooral belangrijk, ja, hè? Hoe snel iemand wordt geholpen. Ja. Ze hebben mij gevonden op straat toen. Weet je nog, heb je de persoon ik weet, nog... Ik weet helemaal niks meer van hoor. Okay. Het licht is helemaal uitgegaan toen. Maar dat je ontwaakt in het ziekenhuis, dat herinner je, dat weet je nog wel? Ja, dat weet ik wel. 5:30 was dat. En wie was de eerste die je zag? Mijn ex en mijn kinderen zaten aan bed. Dat vond ik wel fijn. Ja. En weet je nog wat het eerste was wat je zei? Ja, dat weet ik niet meer. Nee? Ik kon niet praten. Nee. Praten. Ik had een gebroken kaak toen, gebroken bovenkaak rechts en twee breuken in de oogkas. Dan kan je niet praten, denk ik. Nee. En rechteroog helemaal dicht. Okay. Dicht en blauw. Er was geen hoofd voor een pasfoto, hoor. Hé, maar heftig verhaal. Ja, zag ik niet aankomen zo begin van het gesprek. Maar ik loop nog rond op deze wereld, dus het gaat helemaal goed. Is er nog een tip naar misschien een kijker die hetzelfde heeft meegemaakt? Misschien wel een hersenbloeding. Ik weet niet wat de percentage is van kijkers die een hersenbloeding hebben gehad. Maar is heb ik niet, maar... Is er iets waarbij... Als je gaat revalideren, nooit opgeven, altijd doorgaan. Zorgen als je sterk bent. Ja. Dat vooral. Niet snel opgeven. Het eerste half jaar is het belangrijkste dan. Oké. Okay. Revalideren. En ook het pittigste misschien? Want je wordt Het is behoorlijk pittig, ja. Vond ik wel. Je wordt enorm geconfronteerd met jezelf, denk ik. Ja. Je moet ook je oefeningen meenemen naar huis toe. Fysiotherapeutische oefeningen, maar ook ergotherapeutische oefeningen en ook ergotherapie. Ik heb schrijfoefeningen gehad thuis. Mm-hmm. Gewoon op basisschoolpapier weer, met hulplijntjes erbij en zo. Het heeft wel wat geholpen, maar het is weer een beetje op... ik ben niet echt tevreden om te schrijven, maar goed. Moeten we erbij neerleggen, hè? Ja. Ik heb weinig keus nou. Dus jij zegt, ga er gewoon voor, volop revalideren en dan komt het weer vanzelf goed. Ik vind het wel, ja. Helpt goed. Ja. Zo, wat vond je van een bezoek aan de barbier van Black & Blue? Interessant. Ja? Ja. Ik heb gewoon uit staan kijken in dit pand. Leuk, hè? Ja. Ja, dit is vroeger. Oh, proeft dat wel? Nee, geintje. Bedankt. Ja, bedankt. Ja, bedankt.